En ik wilde toch even eerst staand beginnen. Omdat we een beetje vanuit de yang naar de yin gaan. En dan ga ik een beetje naar achter. Zodat je me goed ziet. Ga eerst even lekker. Ja, ik kan een beetje omhoog. Ga goed staan op je voeten. Je mag even een beetje bewegen. Handen leg je al vast op je buik. Navel, duimen in de navel. Ja, nog een beetje lager. En probeer je ogen te sluiten. En terwijl je je ogen gesloten hebt, voel je het contact met de voeten, met de benen. Probeer ook echt lekker je voeten te bewegen. Dus ga eerst even lekker die tenen optillen. En dan duw je ze er weer in. En dan rol je ook even. Even over de bal van de voet en dan ga je gewicht verplaatsen van tenen naar de hielen. Zak een beetje door je knieën, ja, zo is wel goed. Probeer echt alsof je over die hele voetzool van voor naar achter rolt. Probeer je middenvoet te voelen. Aandacht in je buik. Je mag je ogen, met gesloten ogen is de balans vaak moeilijker. Dus je kan ook gewoon naar een vast punt kijken. En probeer die voeten eventjes van voor naar achter te bewegen. Kom los met je tenen, zet ze weer neer, duw ze erin, voel de bal van de voet. Maak je hielen los. En probeer terwijl je die voeten helemaal aan het bewegen bent, de tenen komen los, de hiel, knieën zachtjes gebogen. Kantel je bekken, voel die kracht richting je benen gaan. Probeer je ook dat midden te voelen. Adem ietsje dieper in naar je haren, naar je buik. En adem weer lekker diep uit. Probeer alles een beetje te laten zakken naar de voeten, naar de aarde. En nu verplaats je het aandachtsgebied van je voeten naar de binnenkant. Dus probeer echt een beetje die voeten, de knieën kunnen er ook een beetje naar binnen toe komen. En probeer echt de grote teen met name te voelen. Nu hou je de voeten geplakt. Helemaal geplakt. Niks komt los. Alleen probeer echt te duwen naar de binnenkant. Iets meer bewuster ga je de binnenkant erin duwen. Je voelt de binnenkant van je hiel. De binnenkant van je voet. Die boog. Bij sommigen is de boog wat groter dan bij de andere. Je voelt de bal onder de grote teen. En de grote teen duw je ook echt erin. En dan rol je vanuit de binnenkant, rol je zo naar buiten. Via de hele voetzool ga je naar de buitenkant van de voet. Voel die buitenkant van de voet nu. En waarschijnlijk voel je de binnenkant ook nog steeds. Dus je gaat veel meer naar het hele oppervlak van je hele voet. Nu probeer je de grote teen nog steeds te voelen, maar je gaat een beetje doordrukken met je tenen. Alle tenen duw je in de grond door naar de allerkleinste teen. Dus probeer die ook te voelen. Alsof je echt die aarde zo wil vastpakken met die tenen. Ja, dus je grijpt die aarde met je voeten. En je voelt ook dat je eigenlijk alles in je benen activeert. Je activeert de binnenkant, je activeert een beetje de bovenkant, voorkant. Het gaat gelijk door naar je benen. En dan laat je nu eventjes al die spieren in je benen laat je los. En je voelt hoe je zakt in je voeten. Adem mooi, zachtjes diep in. Naar je buik. En adem langzaam uit. Navel gaat naar je nieren, naar de onderrug. En je voelt je heel mooi geaard op die voeten. Veel meer connected. Verbonden.
En dan rustig laat je de handen ontspannen hangen langs je lichaam. En dan gaan we beginnen met de nek, met het hoofd. Het enige wat je doet op de uitademing, laat je de kin richting de borst komen. Totdat je een strekking voelt. En dan kom je weer rustig op de inademing, kom je omhoog, rechtop. En dan weer omlaag, adem uit, kin naar beneden. Totdat je een strekking voelt, adem weer in omhoog. En weer uit omlaag, kin naar je borst. En dan ga je rollen via de rechterkant, vlak langs je borst met de kin, oor naar de rechterschouder. En weer terug, adem uit, rol weer via die zijkant, door, kin, volg de borst. Adem weer in naar de andere kant, rol door naar de andere kant. Voel die strekking in je nek, verschil tussen links en rechts. En ik wil dat je nu echt even gaat observeren. Rol door naar de andere kant, adem in. En weer uit, rol door naar het midden. Voel even welke kant strakker voelt. Welke kant is moeilijker? Als je die strekking pakt, is de linkerkant of de rechterkant strakker? Dus ga echt intunen op je systeem, op je lijf. En voel. En je beweegt heel zachtjes. Kijk even welke strakker aanvoelt als je naar die strekking gaat. Je kan even pauzeren om te voelen. En dan zoek je eerst de makkelijke kant op. Dus je zou denken, ik begin met de moeilijke kant. Nee, we gaan eerst even met die makkelijke kant beginnen. Dus voel even welke kant soepeler aanvoelt als je in de strekking bent. En soms zijn het minimale verschillen. Hè? Misschien denk je, oh, welke is het nou? Misschien voel je het heel duidelijk, dat kan ook. Ik heb hem eigenlijk al te pakken. Dus blijf aan die makkelijke kant. Die makkelijke kant blijf je even strekken. Adem ietsje dieper in. En adem weer mooi rustig uit. En dan kom je nu naar het midden weer terug. Onthoud welke kant makkelijk was. En dan ga je die makkelijke kant met je palm, eigenlijk met hier, met dit gedeelte van je hand, ga je kneden. Dus bij mij was mijn linkerkant heel makkelijker. Dus ik pak mijn nek eigenlijk en ik ga met die handpalm lekker zo die nekspier een beetje kneden. Van onder naar boven. Je mag ook een beetje kantelen, maar het hoeft niet. Als het kantelen te heftig is voor dat kneden, dan hou je hem gewoon recht. En probeer met die handpalm een beetje zo dat hele gebied vast te pakken. Die vingers hou je een beetje losjes. De vingers gaan niks doen eigenlijk. Die pakken het een beetje vast, maar je drukt met het palmgedeelte. Probeer je die nek een beetje los te maken. En dan ga je door naar de rand van je schedel. Dus het is eigenlijk diezelfde kant, maar je gaat met je duim ga je verder over die rand. Ik moet er zelfs van hoesten, activeer mijn keel. En ga gewoon lekker langs die, hè, met je duim voel je die rand. Dus die ga je een beetje drukken tot aan je oor en dan wandel je weer terug. En kneed weer even. En dan kneed je door met de bovenkant van de schouder. Dezelfde kant. Gewoon even lekker kneden. Pak het vlees op en til hem op. Die trapeziusspier. Oké, en dan hou je ontspannen weer recht. Voel je rustig na. En misschien is er iets veranderd, links en rechts. En we hebben nog maar net die makkelijke kant gedaan, hè, als het goed is. Als je goed hebt gevoeld, heb je de soepelere kant gepakt, de makkelijkere kant. En dan gaan we nu naar de moeilijkere kant, die strakker aanvoelde. Dus nu pak je weer die palm en dan ga je weer
in die nek. Je kan hem even opzij kantelen om die strekking te activeren aan de moeilijke, strakke kant. En dan ga je lekker kneden. Op die rand. Gewoon kneed lekker de hele nek. Van onder naar boven. Adem goed uit. Probeer blijf ademen. Vooral lekker lang uitademen. En nu ga je naar die schedelrand. Dus precies die rand hier waar je haargrens begint. Daar kan je lekker met je duim overheen gaan. Een beetje drukken kan ook erg gevoelig zijn. Galblaas, blaaspunten. Ook heel goed om te doen als je echt onrustig hoofd hebt, hoofdpijn hebt. Kan dat heel goed zijn om die even te masseren, te drukken. En dan pak je nog even die nek. Even afmaken. En met de andere hand mag je lekker naar de schouder gaan. Gewoon even lekker vastpakken. Pak hem vast. Ook al is die gevoelig en strak, gewoon lekker kneden. Lekker vastpakken. En dan mag je hem even loslaten. Even voelen, rustig navoelen. En dan gaan we hem nog een keertje doen om even te vergelijken met het begin. Je ademt in, op je uitademing laat je het hoofd omlaag zakken, kin naar de borst, rol even via de rechterkant rustig omhoog, adem in, voel de strekking, oor naar je schouder, adem weer uit, rol af, adem in, rol door naar de andere kant, rustig. Dan voel even het verschil, of het makkelijker gaat, of het soepeler gaat, adem weer uit. Omlaag en adem weer lekker in, terug naar het midden. En dan gaan we even naar de armen. Ja, hoe ga je nou voelen welke arm strakker is? Dan gaan we even proberen te strekken. Dus je strekt je armen even lekker open, de handpalmen naar boven, duimen draaien naar achter. Een beetje schuin omhoog, hè, 45 graden. Dus niet schouderhoogte, maar iets meer 45 graden. Blijf die duim naar achter draaien. En blijf goed strekken. Dus je voelt de voorkant opent. En misschien voel je verschil tussen links en rechts. Je kan een beetje bewegen van onder naar boven. Welke kant voelt strakker? Welke is wat moeilijker? Nou, ik voel gelijk dat mijn rechterkant toch iets meer gespannen, strak aanvoelt dan links. Links lijkt wel wat lichter. Dus dan gaan we weer ontspannen. Laat die armen rustig hangen. Dan gaan we naar de makkelijkere kant. Die kant die wat soepeler ging, ga je even kneden. En het kneden is echt bedoeld om even te voelen waar de zere plekken zitten. Dus je begint lekker bij die bovenarm. Lekker te kneden. En weer maak je deze kneedbeweging eigenlijk langs die rand aan de bovenkant van je arm. Zodat je eigenlijk de dikke darm en de long pakt. En probeer echt goed te kneden, zo lekker allebei tegelijk. Waarbij je voelt rondom die elleboog pak je vast. Het kan hier wat strakker voelen bovenin. Er kan heel veel spanning zitten in die armen. Je kneedt lekker door rondom de elleboog, waar de boel ook vaak stagneert. Krak, krak in de pols. En dan doorkneden naar de duim. Pak hem nog een beetje vast. Je kan ook met je duim in dat duimkussentje een beetje drukken. Waardoor je hem ook masseert. Hè? Een beetje zo. Trek er een beetje aan. Pak ook de wijsvinger. En schud hem even rustig los. En dan voel je weer even links en rechts. De kant die je gedaan hebt. En nu gaan we naar de moeilijkere kant. Die wat strakker aanvoelde met het strekken. En dan ga je weer beginnen bovenin. Pak lekker echt die biceps hier zo. Richting de triceps nog niet. Want dan moet je meer naar achter. Dus je zit echt een beetje nog. Als je naar je duim en je wijsvinger kijkt, dan volg je die lijn in principe. Probeer het een beetje los te maken. Kneed hem af, rondom de elleboog.
Ga door naar de pols, duim weer, pak de duim vast. Nog even lekker hier zo in je duimkussentje. Goed draaien, pak die duim vast. Trek er een beetje aan en dan weer de wijsvinger. En dan schud je weer lekker los. En dan op de volgende inademing ga je weer dezelfde strekking doen. Dus open de armen weer, handpalmen omhoog, duimen naar achter. Schuin omhoog, dus niet schouderhoogte, maar echt iets schuiner. En probeer te strekken, open de borstkast. Buig door je knieën, kantel je bekken. En voel die armen nu. Misschien voel je verschil. Links en rechts, of is het nog steeds niet gelijk, dat kan. Ga intunen op dat lijf, vol, links en rechts, observeer. Adem mooi diep in. En op je uitademing laat je de armen weer rustig zakken. En dan pak je de vingers in elkaar achter je rug. Open de borstkast, strek wat meer. Adem mooi diep in en blaas mooi uit. Mooie longstrekking, hartstrekking. Open de borstkast. En dan rustig laat je de armen weer lekker los. En dan gaan we naar de borstkast, want daar zit ook altijd heel veel spanning bij iedereen. Als je de ribben voelt, je ribbenkast hier zo aan de bovenkant, boven je borsten, mag je lekker zo overheen gaan met je vingertoppen. Gewoon lekker tussen die ribben voelen. Even goed langs gaan. En hoe gevoelig is het? Voel even zelf welke plekjes gevoelig zijn. Waar opzij, naar de borsten, wat meer naar de middenlijn, tussen de borsten. Dus op die conceptievatlijn, die zonder de meridiaan. Allemaal even voelen. Voel ieder plekje. Hoeveel spanning heeft zich daar vastgezet in dit gebied? Ook even naar de borsten, naar de zijkant. Kan je lekker zo wrijven. Overheen gaan. Voel daar ook weer mooie plekken voor hart. Hartbeschermer. Er zit heel veel spanning bij heel veel mensen nu. Alles waar we ons druk om maken, ons beschermen tegen allerlei indrukken. Alle negativiteit om ons heen kan dit gebied onwijs op slot zetten. En dan wil ik dat je het middenpuntje gaat opzoeken tussen de borsten. Dus even lekker vanuit je tepellijn ga je door met je vingers hier zo naar het binnen. En dan zet je al je vingers, dus je pakt eigenlijk al je vier vingers tegenaan en je drukt ze een beetje zo naar binnen. Op die middenlijn, op die conceptievatlijn. Je kan een beetje rondjes draaien, een beetje voelen. Misschien voel je al genoeg als je de vingers tegenaan zet. En dan probeer je heel bewust er naartoe te ademen. Probeer heel rustig vanuit je haar aan je buik te ademen naar dat punt. Voel dat je met je adem, met je intentie daar naartoe gaat. Mooi openzet. Verzacht. En adem weer uit. En soms is het ook heel fijn om met je via je mond met een zacht geluid uit te ademen om jezelf nog meer zachtheid te geven, te gunnen. Je mag rustig je handpalmen op je borsten ook neerzetten. Hè? Dus je hoeft niet te leunen in de lucht, maar kan rustig je borsten helemaal omhelzen, omvatten. Zodat de warmte vanuit je handpalmen richting je borsten gaat, het hele gebied. Via dit gebied leggen we altijd de verbinding weer met de buik. Hè? Dus alles is met elkaar verbonden. Boven en onder.
En dan laat je hem rustig los. Ga je nog een beetje nawrijven. Rondom je borsten. Lekker in het midden hier zo. En dan ga je langs de zijkant, langs je rug ga je wrijven. Voel je hele lichaam. Voel even de huid. Maak contact met je lijf. Voel lekker met je hele handen. Je zijkanten, je achterkanten, de rug, de nieren. En dan ga je lekker rondjes draaien over de buik. Dus je legt beide handpalmen dek je af. En dan ga je die hele haren ga je af. Langs de rechterkant omhoog naar links. En zet die innerlijke glimlach weer op. Smile, lach naar jezelf, naar je buik. Voel even hoe die buik voelt. Als je veel hebt gegeten, dan doe je dat wat zachter. Je mag best een beetje voelen hoe die buik voelt. Bol, zit er lucht in? Is die opgeblazen? Is die hard? Is die zacht? Gevoelig? Voel even terwijl je cirkelt. Tune je weer in op die buik. En dan leg je de handen onder je navel, sluit je af. Adem je even mooi diep in na de handen. En blaas weer lekker uit. En dan ga je via die buik, open je de handen, glij je langs de zijkanten naar de nieren. En dan ga je echt even met je vingers, je mag ook je knokkels gebruiken van je duim, hè, dat kan. Dan is het wat steviger als je de vingers... En dan probeer je echt lekker te wrijven over dat SI-gewricht hier zo. Je heilig been. Even lekker voelen. En misschien is dit al gevoelig voor je als je dit doet. Je kan ook je knokkels gebruiken. Even wat steviger voelen. Even eroverheen. Eén bil. Lekker wrijven en voel even of dat gevoelig is. En dan de andere kant. En dan kan je nu even lekker kloppen met de achterkant van je vuistjes, van je handen. Dat heilig been kloppen. Misschien zachtjes met je duim en je losse vingers ga je op de nieren zachtjes kloppen. Voel ook of dat gevoelig is. Vergeet niet te ademen. Blokkeer niet de adem. En dan even lekker uitwrijven. Je ademt mooi diep in. Je opent je hele systeem. En op je uitademing glij met je handen, buig voorover langs de billen, langs de achterkant. Over je benen, omlaag naar de voeten, laat jezelf even lekker voorover hangen. Misschien op de handen, op de vingertoppen steunen. En dan kan je een beetje bewegen, links en rechts. Mag je even één been buigen en strekken, ga iets wijder staan als je wil. En probeer even lekker te bewegen. Buig je ene been, strek je andere. Gebruik je vingertoppen of je handen. En dan ga je rustig op handen en knieën. Zet je voeten naar achter en ga even op handen en knieën. En vanuit hier gaan we eventjes de kettenkaal doen. Heel rustig, niet te snel. Gewoon even de ruggengraat losmaken. Adem in, open de borst. Kijk omhoog, laat de buik zakken. Adem uit, vanuit je staart begin je op te krullen. Dan je rug, midden, boven en als laatste je hoofd. Rol je af vanuit je staart. Onderrug, buik, midden en als laatste je hoofd. Begin iedere keer bij je staart. Rol af. En als laatste neem je je hoofd mee. Begin weer openen. Met de staart, bekken, onderrug. Laat je zakken.
En als laatste je hoofd. En rustig weer. Staart naar binnen. Trek dat bekken naar binnen. Navel naar binnen. Duw weg en hoofd als laatste. Laatste keer. Adem in. Rol af van onder. Staart naar boven. En weer omhoog. Van onder naar boven. En dan rustig kom je neutraal weer terug. Ontspan je je tenen. Knieën zet je iets dichter bij elkaar. Handen iets meer onder je schouders. En dan ga je met je billen naar links kantelen. En naar rechts. Je mag met je handen bewegen als het moet verplaatsen. Knieën bij elkaar als het beter is. En probeer lekker links en rechts. Je hoeft niet tot de grond te komen, dat hoeft niet. Gewoon even naar die strekking aan de zijkant van je lichaam. Rustig bewegen, niet te snel. Dan kom je laatste keer naar de zijkant. Kom je weer terug in het midden. Open je de benen wat meer. Desnoods naar de zijkant van je matje. Pak een kussen als je die wil hebben of de Bijbel pakken. Want we gaan even in de gespreide stand in de kikkervoeten. Dus je mag ook echt anders naar de lange kant van de mat gaan. Dus kijk maar naar Dom. Die zet de benen wat wijder uit elkaar. Ik hou hem wat smaller, anders glij ik op de mat. Voeten, tenen mag je, als het lukt, in de frog pose zetten, in de kikkervoetjes. En dan mag je of op je ellebogen komen en even lekker in die binnenkant gaan hangen. Als dit too much is voor je, gebruik een kussen onder je borst of onder je ellebogen. Dan leg je handen, als je kussen onder je borst of je buik hebt, probeer je een beetje te ontspannen. En je kan ook even voelen, wil ik een beetje meer naar voren gaan of misschien met de billen wat meer naar achter. Voel even, het is belangrijk dat je de strekking aan de binnenkant gaat voelen. Dus je hoeft ook niet helemaal laag te gaan. Hè? Als het op de ellebogen al genoeg is, dan blijf je daar. Sommigen kunnen helemaal plat in de grond, maar dat hoeft niet. Dus voel even zelf waar je wil zijn. Maar zorg dat je de binnenkant voelt. In die strekking waar de leverlijn loopt. En je kan ook altijd iets onder de knieën zetten als de binnenkant van die knieën. Er zitten heel veel gevoelige punten aan de binnenkant van de knieën. Daar ben je nu ook op aan het leunen. Dus die punten kunnen lever, mild, heel gevoelig zijn, want dan ga je echt op leunen. Dus als dat too much is voor je, kan je lekker een dekentje of een kussentje onder de knieën zetten. En als je uiteindelijk de houding voor jezelf hebt gevonden waar je even kan ontspannen, dan blijf je daar. Verzacht je buik. Adem naar je buik. Laat je gezicht zacht worden, je nek, je borstkast. En je kan altijd een beetje omhoog komen als het too much is. Het is een hele intense voor de heupen. Uiteindelijk kan je nog altijd een stukje terug met je billen richting je hielen. In de child pose met de open benen.
Neem nog mooi 3 laatste diepe ademhalingen in en uit. Probeer echt los te laten, te verzachten. In die uitademing. En dan rustig wandel je naar achter of zet je de knieën wat dichter bij elkaar, voeten ontspannen en geef jezelf wat meer ruimte naar achter. Misschien wil je even bewegen met die benen bij elkaar, zet eventjes op handen en knieën weer, voel even wat je wil doen. Je mag ook lekker lang uit gaan liggen en lekker op je buik komen te liggen. Even die benen strekken. Hou het kussen even onder je hoofd of onder je borst. Beweeg lekker met je benen. Als je op je buik ligt, mag je je knieën buigen en dan links en rechts bewegen. Even die benen weer losmaken. En dan strek je de benen weer uit. Probeer je de armen even te strekken. Ik wil dat je even gaat draaien naar je linkerzij. Naar je linkerzij. En dan zet je je linkerhand even onder je hoofd. Je komt iets hoger. En probeer even over je linkerheupbot te draaien. Dat je eventjes daar overheen rolt. Je mag ook een beetje je knieën losmaken van de grond. Zorg dat je een beetje over die linker rand rolt. Kan erg gevoelig zijn. Dus juist lekker er naartoe rollen. Even lekker voelen. Nee, nog niet. Deze gaan we naar de achterkant gebruiken. En dan kom je uiteindelijk op je linkerzij te liggen. Buig je knieën even naar je toe wat meer. En dan strek je je bovenste been wat meer uit. Dus probeer even het kussen ook te gebruiken hier. Die plaats je wat meer naar je toe. Misschien kun je dat onderste been wat meer strekken. En dan mag je ook eventjes met je handen langs die bovenkant gaan van dat been wat je naar je toe hebt gebogen. Even zo lekker met je vingers echt die bovenkant, die bovenlijn pakken. Dus je zit een beetje aan de galblaaslijn, dan ook een stukje van de maag als je meer naar je toe komt. Ja, dus je kan ook met je vingers kneden weer voelen hoe gevoelig dat been is, zowel van meer naar je toe, aan de bovenkant bij de maaglijn, als wat meer naar de buitenkant toe. Even lekker er overheen wrijven, pak je weer dat vlees een beetje vast. Voel die hele zijkant. Kan ook heel gevoelig zijn. Laat je nu dat been even voor wat het is. Leg je de linkerhand wat meer naar voren links. Draai over je linkerschouder. Open de borstkast wat meer. Probeer met je schouderbladen wat meer naar de mat te gaan. Kijk of je je armen wil openen. Of misschien wil je je rechterhand meer op je borstkast leggen. Op je ribben. Probeer echt die twist, die draai op te zoeken.
Oh, en dan gaan we ook weer hier een beetje voelen. Ik wil dat je met je rechterarm, die je net open hebt gelegd, ga gewoon even lekker langs die ribben voelen. Gewoon even lekker die rechterzijkant die geopend is. Ga gewoon lekker met je vingers eroverheen, langs die ribben, tussen die ribben aan de zijkant. Voel dat gebied en je wandelt een beetje, je wrijft er een beetje overheen. Voel die ruimte tussen je ribben, hoe gevoelig dat is. Je kan ook lekker door naar de taille gaan en in je taille voelen. Gewoon even lekker overheen wrijven. Er kan ook zoveel spanning zitten langs die zijkant, waar ook onder andere de mild te vinden is onder je oksel, aan de zijkant, veel galblaaspunten weer. Je kan uiteindelijk op die hele lijn, dat je echt lekker wrijft met je hand vanuit de zijkant onder je oksel, wrijf je uit langs de bil, zijkant over dat been weer waar je net was en weer terug. Gewoon even lekker bewust voelen. De rechterkant. Over je been. Heel bewust naar de zachtheid. Je kan ook voelen, bij sommige mensen is het vaak heel erg koud opeens. Vanuit die billen naar beneden bij de benen. Je kan ook voelen of je kou voelt, of die huid en die billen koud zijn en de heupen aan de zijkant. Even lekker bewust worden van je lichaam en dan laat je weer die hand ergens liggen langs de zijkant. Adem je lekker diep in en weer uit. En dan heel rustig en langzaam draai je een beetje terug naar de linkerkant. Uit die rotatie haal het kussen weer weg. Strek je been lekker uit en draai door naar de rug. Rustig naar de rug. Pak je handdoek erbij, die rol die je hebt gemaakt van die handdoek. En die leg je eigenlijk onder je heilig been. Dus zorg dat je heilig been op die rol komt. En leg hem er zo neer dat als je je benen losmaakt van de vloer en je komt met je knieën een beetje omhoog naar je toe, dat je nog steeds voelt dat die handdoek een beetje op dat heilig been drukt. En als je links en rechts begint te bewegen, te rollen, dan voel je dat je met je heilig been en een stukje van de zijkant van je bil over die handdoek rolt. Over die rol, die stevig een beetje zo knedend in dat gebied ligt. En dan kan je lekker overheen rollen. En dat kan onwijs gevoelig zijn, dus dat kan je ook met voeten aan de grond doen. Als ik mijn voeten aan de grond heb, dan voel ik niet zoveel. Ik masseer wel, maar het gaat wel. En als ik mijn voeten losmaak van de vloer en er komt meer gewicht op dat heilig been en die handdoek, dan voel ik wat meer. En dan denk ik, oh ja, nu voel ik hem even meer. Dus nu kan ik lekker links en rechts bewegen, zodat ik dat hele gebied even lekker masseer. Dus voel even voor jezelf waar je hem wil hebben, die voeten. Los of wellicht gewoon op de grond. En dan kan je nog steeds over die rol, over die worst, kan je rollen links en rechts, zodat je dat hele gebied een beetje pakt. En dan voel je ook weer verschil, links en rechts. Welke kant is gevoeliger? Waar zitten meer gevoelige plekjes? Je kan ook een beetje meer naar boven rollen. En misschien een beetje meer naar beneden. Dat kan je wat makkelijker doen als de voeten aan de mat zijn.
Schenk jezelf, het is heel ontspannend. Het werkt ook heel erg op je zenuwstelsel door. En ook hier heel veel pijnlijke plekken kunnen daar zitten. En hiermee op het moment dat je die billen ook aan de zijkant pakt en dat zachte vlees een beetje meer, dan kan je ook deze punten, zijn allemaal verbonden met je onderrug. En dus de spanning in die onderrug is vaak direct verbonden met die gevoeligheid in dat heilige been en die billen. En je kan ook een beetje blijven hangen aan één kant als je denkt, oh ja, daar voel ik hem. Daar is die lekker beurs. Dus dan ga je een beetje hangen daar. En dan kan je de knieën wat naar je toe halen en van je af. Gewoon even lekker onderzoeken voor jezelf. Geef jezelf die treatments op dat heilig been. En probeer nu in het midden uit te komen. Blijf nog even op die rol. Zorg dat je goed ondersteund wordt. En je voelt de druk op, van die rol in dat gebied. Probeer je benen nu lekker te openen. Dus weer of in de happy baby. Dus knieën gebogen. Als je wil mag je je benen strekken. Ondersteun ze met je handen om de buitenkant. Dus voel even hoe je de strekking wil hebben. Gebogen benen of gestrekt. Dan probeer weer de binnenkant te pakken. Weer naar die levermeridiaan. Aan de binnenkant van de benen. Adem mooi diep in. Hou de benen lekker tegen als je dat wil met je handen. Je kan ook een beetje bewegen, strekken en weer buigen, rustig en langzaam in je benen strekken. Je kan ook weer met je handen voelen aan de binnenkant, een beetje eroverheen wrijven, een beetje aaien. Voel ook weer hier hoe dat voelt om die binnenkant aan te raken. Word je weer bewust. Je kan ook de vingers wat meer overheen laten glijden. Dus voel als je die vingers wat meer inzet in dat vlees. Dan volg je die lijn. En je hoeft niet exact te weten waar die loopt. Als je maar voelt. Voel waar die gevoelig is aan de binnenkant. Als je wrijft. En dan langzaam pak je de buitenkant vast. En je brengt de benen weer naar elkaar toe. Zet de voeten weer onder de billen en rustig til je de billen op en haal je de rol even weg. En langzaam laat je de billen zakken. En voel even nu onwijs wat er veranderd is. Hè? Ik voel onwijs dat ik ineens, wow, ik heb echt een bot waar ik op leun. Ik voel ineens dat hele heilig been aanwezig. Je mag even ontspannen. Misschien wil je je benen strekken of hou ze licht gebogen. Laat de knieën naar elkaar toe komen. Hou de handen op je buik. Hou contact. En op de volgende inademing ga je weer lekker je armen strekken. En je draait weer lekker door naar je rechterkant. Draai door, plaats de rechterhand onder je hoofd, kom een beetje omhoog. En dan ga je nu even over dat heupbot rollen. Dus rol even lekker met je hele lichaam over dat heupbot. Als je iets meer omhoog komt, voel je nog meer. Dan heb je meer de zijkant van dat bot te pakken, van je heupen. Kan ook heel gevoelig zijn. Dus je mag daar gerust een beetje overheen rollen, even voelen. Lekker dat weefsel ook losmaken. Ook weer allemaal galblaaspunten daar, als je wat meer naar de bil gaat.
Even lekker overheen wiegen. Dat heb je een paar keer gedaan. En nu leg je jezelf wat meer neer. Kussen erbij. Pak hem onder je linkerbeen naar je toe. Strek je andere been uit. En nu mag je weer even die buitenkant van dat been voelen. Schuiven lekker met je vingers eroverheen. Glijden iets meer naar de binnenkant op je bovenbeen bij de quadriceps. Je ziet de vinger zo langs je been glijden. En iets meer naar achter. Langs die broeknaad aan de zijkant. Even lekker eroverheen gaan. Voel ook hoe gevoelig die plekken zijn. Je kan ook een beetje kneden. Vastpakken dat vlees. Eroverheen gaan. En dan mag je weer lekker dat been laten voor wat het is. Leg jezelf lekker neer op je rechter schouder. Open de borstkas wat meer. Kijk omhoog. Rechterarm open. Naar rechts. Linkerarm mag je openen. Of je houdt hem een beetje gebogen. Leg je hand op de borst. Probeer jezelf in die draai te krijgen. En ook hier mag je lekker aaien en wrijven over je linker ribbenkast. Aan de linkerkant vanuit je oksel langs de zijkant. Wrijf je uit. Voel met je vingers de ribbenboogjes. De ribjes. Je kan langs die hele zijkant weer wrijven. Even overheen gaan. Aai uit. Adem uit. Adem weer in. Omhoog. Volg die hele lijn. En laat hem weer zakken. Glijd je uit naar beneden. Langs de zijkant van je been. Je romp. Voel hoe je er overheen glijdt met je handen. Laat dat lichaam lekker verzachten. En dan leg je de hand ergens neer langs je zijkant. En ontspan je nu. Adem rustig in en uit naar die linkerzij. Waar je mild en je maag zitten. Misschien voel je nog heel bewust die lijn die je hebt aangeraakt. Of voel je nog de plekken waar je hebt gekneden in je been. Soms kan dat doorweeën nadat je dat dus heel bewust observeren waar dat lichaam nog voelbaar is. Waar de spanning zit. Waar de gevoelige plekken zijn. En dan adem je nog mooi diep in en rustig uit. Laat alles los als je uitademt. Verzacht. En dan rustig begin je te kantelen naar de rechterkant. Strek je dat been weer terug uit. Draai helemaal door, door, door naar je buik. Pak de handdoekrol weer erbij. Maak hem niet te dik voor jezelf. Wel een rolletje, een worstje, maar niet te dik. En die leg je in de breedte onder je navel. Dus maak hem echt niet te dik. Voel eventjes. En als je dus even in de sphinx bent op je ellebogen. En je legt die rol onder je buik, dan voel je dat die echt onder je navel zit. Dus dat je nog een stukje van je heupbotten voelt.
op de handdoek. En dan probeer je nu rustig omlaag te komen. Helemaal op die buik. Leg je handen onder je hoofd als je dat fijn vindt. En je voelt een zachte compressie. Dus maak het niet te intens voor jezelf. Een zachte compressie in de plek onder je navel waar een heel belangrijk gebied zit. De source van alle chi. De bron. Precies in het midden onder de navel. Waar je nu zit met die rol, dat hele gebied. Adem je daar heel bewust naartoe. Als je inademt, probeer je die navel een beetje in die rol te duwen. Dus je duwt de buik naar de rol toe. En als je uitademt, raad je die rol naar binnen. Dus je probeert echt te voelen, heel bewust te ontspannen en te laten zakken. Die buik wordt zacht en dan ga je wat meer naar binnen. En dan ga je voelen, dan ga je echt voelen wat zit daar voor spanning. Het kan heel erg gevoelig zijn, dat gebied. Je kan mentaal, fysiek en emotioneel, kan je heel veel dingen vasthouden in dat gebied. Je kan klopping voelen. Je kan harde, gevoelige plekjes voelen. Alles kan ook enorm gespannen zijn. Of misschien is het heel zacht en oké. En voel je heel veel warmte. Maar probeer heel bewust daar naartoe te ademen. Dat je echt denkt, oké, ik ga met al mijn aandacht, al mijn intentie, adem ik naar die onderbuik. Naar mijn belangrijkste plek in mijn buik. Waar je in contact kan komen met alles wat je vasthoudt, wat je binnenhoudt, wat je opslaat. Duw hem eruit als je inademt en laat die buik ontspannen en verzachten als je uitademt. En dan zak je er een beetje in als het ware. Dus je geeft een zachte massage in die onderbuik. En tegelijkertijd voel je en observeer je hoe de onderrug reageert. Hè, terwijl je met die voorkant bezig bent, ga je ook iedere keer als je uitademt en inademt, beweegt ook de achterkant mee. Leg je een verbinding met een andere belangrijke plek aan de achterkant in je onderrug, de dorf lijf. Dus heel bewust hou je de aandacht in die plek en probeer je in te tunen op wat je voelt, hoe het voelt vooral, dat gebied voor jou. Hoe ervaar je het om daar zo op te liggen? Wat doet het met je? Wil je er van weglopen? Wil je weggaan? Of kun je een beetje overgeven en voelen? En iedere sensatie omarmen, geen oordeel hebben of het goed is of slecht is, wat je voelt. Alles is oké, iedere sensatie die je waarneemt hoort bij jou en is oké. En eigenlijk als een buik volledig vrij is van alle spanningen en blij is. Hè? We zeggen ook niet voor niks een happy hara. Een blije buik, een relaxte, zachte, warme buik. Dan zou dit ook heel gek geen vervelende ongemakken moeten geven. Maar ieder stukje spanning, emotioneel, mentaal of fysiek wat zich opbouwt in je buik.
op je organen kan dus een ongemak geven. Dat is oké, voel dat ongemak, observeer. En verzacht, blaas uit, laat het gaan. En dan heel langzaam en rustig. Kantel je en probeer je die rol even weg te halen. En dan kom je zonder die rol op je buik te liggen. Misschien leg je de handen even langs je lichaam. Je mag ze ook lekker onder je liezen leggen als je dat wil. Gewoon een platte handpalm onder je liezen leggen of gewoon langs je lichaam. Verzacht nu alles. Laat het even weer weg ebben. En dan vanuit hier rustig weer begin je met je knieën, buig je dan en dan beweeg je met je onderbenen, draai je een beetje cirkels om en om. Even links en rechts bewegen. En draai even lekker door naar de zijkant en maak jezelf nog even helemaal klein. Pak je knieën lekker vast. Een mooie foetushouding. Hou jezelf nog helemaal klein. En als je er klaar voor bent, rustig vanuit hier, duw je jezelf weer langzaam omhoog. Even zitten. Als je wil blijven liggen, blijf je lekker liggen. Rustig kom je weer zitten en als je zit. Hou je ogen nog even gesloten. En om af te sluiten, open je de armen langs je lichaam. En op de volgende inademing verzamel je alle energie om je heen. En met een glimlach breng je de energie heel langzaam omlaag langs je gezicht, je keel. Je hart, longen en weer terug naar je buik. En ga nog even zachtjes over die buik rondjes draaien. Lekker blij zijn, lekker lachen. Naar je buik toe, naar je lichaam toe, naar je hele lijf. En dan eindig je onder de navel weer. Misschien voel je nog de nasensaties van de rol in de navel. Dat kan. Wees even zacht voor jezelf. En dan rustig sluit je weer af door naar de aarde te buigen. Namaste. Nou, dat was een kleine mini-shot voor jezelf. Hopelijk heb je ook goed kunnen voelen waar de gevoelige plekjes in je lichaam zaten. Dus dat is helemaal oké. Okay. Je hebt er wat aandacht aan gegeven, wat contact meegemaakt, wat altijd wat doet. Kleine stapjes
En het is altijd goed. Sommige mensen zeggen wel eens, ja, het doet pijn, dan wil ik het niet aanraken. Maar juist als het gevoelig is, juist als het niet fijn voelt, is het goed om even lekker eroverheen te wrijven. Om even lekker te kneden, te voelen, vast te houden. Dan wrijf je het eigenlijk een beetje uit. Hè, met heel veel liefde en zachtheid voor jezelf. Dus...